Ik ben niet zo helemaal bekend wat er bij Fort Oranje helemaal mee. Ja, drugs, prostitutie, ja, dat soort gezelligheid. Nee, dat heb ik hier nog niet gehoord hoor. Dus. Vindt u dat jammer? Nee. Nieuws. Camping De Witte Plas. Een camping wat op een steenworp afstand ligt van het beruchte Fort Oranje. Deze camping ligt onder vuur aangezien er 125 permanente bewoners wonen. Maar deze bewoners zijn hier zelf door de gemeente Rukve naartoe gestuurd. En nu zegt de gemeente: eruit met je caravan. Op de camping, de hele dag Hollandie. Op de camping, geen papier op de wc. Op de camping, dode beestjes in mijn thee. Op de camping, ik wil weg. Op de camping, ik wil naar huis. Dag meneer, we zijn hier op de camping. Heeft u het een beetje naar uw zin? Ja hoor. Maar er is hier veel gedoe, hè? Er is veel gedoe. Nou, valt wel mee. Ja. Geen drugs, geen prostitutie? Ik heb niks gezien. Als ik de gemeente Rukve mag geloven, is het hier minder gezellig? Ja, er zijn heel veel Roemenen. Dus het is eigenlijk bijna meer een asielzoekerscentrum voor mijn idee als gewoon dat er kampeerders zijn. Wat vindt u van de mensen die hier permanent wonen? Ja, daar wou ik mij maar niet over uitlaten. Jij werkt hier op de camping, camping De Witte Plas. En jullie liggen in de clinch met de gemeente, vertel. Nou, niet indirect in de clinch, maar wij willen dat onze mensen die hier wonen worden geholpen vanuit de gemeente. Daar zijn we heel hard mee bezig. We hebben een zeer goede samenwerking nu met de gemeente. En daaruit proberen wij de samenwerking en de mensen een veilig thuis te geven. Dag meneer Henk de Boers, hallo. U bent de eigenaar van camping De Witte Plas. Wat is nou het probleem hier op camping De Witte Plas? Ja, op camping De Witte Plas zijn een aantal mensen die daar permanent wonen, wat de gemeente niet wil, maar wat wij ook niet willen. Want u heeft nu ook een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Rukve. Waar gaat het dan precies over? Nou, dat gaat erom dat de gemeente die wil dus niet die mensen handhaven, terwijl hun de overtreders zijn. Maar de gemeente vindt het makkelijker om naar mij toe te handhaven, want dat is voor hun minder werk. Van, we hebben te weinig capaciteit, dus we doen het wel bij de meneer De Boers, dat is een stuk makkelijker. Een paar kilometer verderop zat ooit Fort Oranje. Ze waren heel bang dat dit een volgende Fort Oranje werd. Er is heel veel gedoe geweest met politie. Je hebt hier niks te zeggen, wegwezen. Camera eraf, oprotten. Pleuren op kankeraf. Er wonen hier arbeidsmigranten, er wonen hier mensen met heel veel gedoe, sociale moeilijkheden, bagage, bijstand, etc. Kun je me daar iets over vertellen? Wij proberen iedereen te helpen en iedereen gewoon een veilig onderkomen te geven. En wij proberen ook de mensen uiteindelijk ook weer weg te krijgen. En dat iedereen zegt van het gaat op Fort Oranje lijken en dat is gewoon pertinent niet. Want waarom heeft de gemeente Rukve zo op jullie gemunt? Is dit een asociale camping? Nou ja, ze willen natuurlijk voorkomen dat dit uit de hand loopt. Dus dat je niet een soort Fort Oranje krijgt. Ja. Nou, dat willen wij ook niet. De gemeente Rukve is heel bang dat het een soort tweede Fort Oranje wordt. Heeft u dat ook? Nou, daar waren we al jaren bang voor. Dus dat, ja, ik ben niet zo helemaal bekend wat er bij Fort Oranje helemaal mee. Ja, drugs, prostitutie, ja, dat soort gezelligheid. Nee, dat heb ik hier nog niet gehoord hoor. Dus. Vindt u dat jammer? Nee. Bent u bang dat u van de camping af moet en dat u dan gewoon op straat wordt gezet en dan, nou ja, de tyfus met je zaak? Ik ben gepensioneerd. Ik dacht hier zo een fijn bestaan te hebben. Maar de laatste 5 jaar word ik er echt zenuwachtig van. En van, ja, wat gaat er gebeuren? En je hebt geen toekomstbeeld. Bent u bang dat er hier heel veel gedoe nu gaat komen? Nee hoor. Nee. Maar zolang u geen drugs of prostitutie ziet, dan vindt u het wel goed? Ja. Het is maar net hoe ver je kijkt, hè. Ja, precies. Heb jij nou na het kijken van deze video zoiets van, ja, ik heb een waanzinnig goed idee voor een volgende video? Mail het dan naar redactie@poont.tv. En oh ja, niet onbelangrijk, abonneer.